Een veilige leefomgeving in Barendrecht. Een van de aandachtsgebieden bij het veilig houden van onze omgeving is brandgevaar. Brand waar veel hitte vanaf komt, kan een risico vormen voor de omliggende woonwijken, bedrijven of gebouwen. Denk hierbij aan een lekkende olietank waarbij vloeistof in brand vliegt. Ondanks dat de kans klein is dat het gebeurt, wil de gemeente je graag uitleggen wat je kunt doen bij een gevaarlijke brand. Risico's op brandgevaar in Barendrecht ontstaan bijvoorbeeld bij het in brand vliegen van een LPG-tankwagen of een scheepsbrand, waarbij vuur op het water ontstaat en de kade bereikt. De kans is klein, maar wees bewust van de risico's in jouw leefomgeving. Weet jij wat je moet doen? Ontvang je een NL-alert of merk je rook of iets anders van de brand? Sluit altijd ramen en deuren en zet je ventilatiesysteem uit. Is jouw woning of appartementencomplex in het risicogebied van het incident? En heb je van bijvoorbeeld de brandweer te horen gekregen dat je het gebouw of je huis moet verlaten? Ga dan naar de verzamellocatie die je aangewezen krijgt. Weet je niet waar het verzamelpunt is? Of heb je hierover niet nagedacht? Veel kantoorpanden en appartementencomplexen hebben een eigen calamiteitenplan met daarin de vluchtroute. Zorg dat je deze kent of bedenk een vluchtroute voor je eigen woning. Zo weet je precies waar nooduitgangen zijn of via welke andere routes je het pand of je woning kunt verlaten.